Lee Towers, die eigenlijk Leendert Huizer heet, is inmiddels 78 jaar. Wanneer hij over 12 dagen voor het laatst zijn grootste hit ten gehoor brengt, heeft hij dat zo'n 30 keer gedaan. In een persverklaring noemt Lee het iedere keer fantastisch om te zingen voor de deelnemer, maar, zo zegt hij: aan al het moois komt een einde. Ik ben er ontzettend trots op dat ik zoveel edities mee heb mogen maken en dat ik het op een positieve manier af kan sluiten. Vanzelfsprekend komt het nieuws keihard binnen bij zijn fans. Lee, die ook door de fans van Feyenoord als een icoon wordt beschouwd, hoort gewoon bij de marathon. De directeur van de NN Marathon Rotterdam, Wieber Lek, maakt van de gelegenheid gebruik Lee te bedanken voor zijn jarenlange toewijding. We kijken ernaar uit om nog één keer te kunnen genieten van zijn optreden. De laatste keer Lee bij de Marathon dus. Wil jij hierbij zijn? Op zondag 14 april kun je hem bewonderen aan de voet van de Erasmusbrug. Hij begint iets voor 10 uur ochtends. Op het nieuws wordt verschillend gereageerd. Er zijn fans die hun tranen moeilijk kunnen bedwingen. Anderen vinden dat Lee zijn beste tijd heeft gehad. Hopelijk zingt hij dit keer wat beter als bij de talkshow Renze. Daar zong hij vorig jaar ook You'll Never Walk Alone en dat kwam hem op felle kritiek te staan. Veel mensen vonden het knijtervals klinken. Ook de mannen van vandaag aan site waren er niet van gediend. Zij lieten weten zich ontzettend te ergeren aan het optreden.